Radinho Balker, jullie spelen 70 minuten tegen 11 man. Bram van Vlerken gaat er na 20 minuten af met rood. Jullie spelen uiteindelijk dus met 1-1 gelijk. Was dit het maximale haalbare? Als je achteraf hoort 1-1 met 70 minuten met 10 man, dan is het inderdaad maximaal haalbaar. Maar als je de wedstrijd kijkt, hebben wij denk ik nog de grootste kans gehad. En een fout bij de goal van mij, dan denk je toch achteraf dat je gewoon de 3 punten mee moest nemen, ondanks dat we met 10 man speelden. Ja, na 20 minuten kon jullie strijdplan eigenlijk de prullenbak in, hè? Ja, het is eigenlijk alleen maar verdedigen en hopen op de counter. En eigenlijk heeft het nog wel goed uitgepakt, want in principe moeten we gewoon met 3 punten hier weggaan. Vond je het een rode kaart voor Bram van Vlerken? Hij trapte licht na. Ik heb het zelf niet gezien, dus ik moet het nog terugzien. Maar ik weet het niet, ik weet het echt niet. Ja. Na die rode kaart krijgen zij een hele goede kans, hè, op de openingstreffer. Koppen van dichtbij naast. En dan komen jullie toch wel verrassend op voorsprong eigenlijk via die penalty. Ja, zelf had ik het ook niet meer verwacht. Maar na die penalty ging het ook wel een stuk beter. We kwamen weer een beetje aan voetballen toe op hun helft. Dan zie je dat we toch weer kansen krijgen. En 1-1 en een schot op de paal. Dus ik denk dat we gewoon dat moeten vasthouden in het vervolg van het seizoen. Ja, met name Harrison had jullie eigenlijk vlak voor rust naar 0-2 moeten schieten misschien wel. Ja, en dan was het misschien heel anders afgelopen vanavond. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, weet je, het is voetbal en de bal is rond. En je weet nooit wat er gebeurt. Dus jammer dat hij hem naschiet. Volgende keer ziet hij hem er wel niet. Zij gaan op zoek naar de gelijkmaker en die valt uiteindelijk. Hun invaller, Zwanen, maakt hem. Jij bent daarbij betrokken. Ja, wat ging er mis? Nou, de bal kwam een beetje tussenin te liggen en ik wilde hem niet vol doorhalen. Want ik dacht, anders raak ik hem, ik krijg weer een penalty tegen. En het is gewoon niet daadkrachtig genoeg. Dus ik steek hem gewoon in mijn eigen boezem. Dat moet ik gewoon hebben. Ja. Nou, vervolgens denk je, nou, Helmond Sport zal wel gaan aandringen. Slotoffensief zal er komen. Maar dat kwam eigenlijk niet echt van de grond. En jullie kregen ook nog goede kansen eigenlijk in de slotfase. Ja, ik denk dat ze niet echt wisten wat ze met die man meer moesten doen. Want ze probeerden ook die bal erin te gooien, maar dat lukte ook niet echt. Dus ze waren denk ik ook bang voor de counter die wij met Faris en Moetie de tweede helft ingooiden. En Harrison, dus ik weet niet wat er gebeurde, maar wij verdedigden denk ik als collectief heel goed. Maar goed, het kon alle kanten op, want die Zwanen had ook net zo goed in de 95e minuut eigenlijk gewoon de 2-1 moeten maken. En Joshua Smits redde dat punt uiteindelijk. Ja, vorige week maakte hij dan een foutje en nu redt hij ons, dus chapeau naar hem.